Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Clio 1.6 16V automaat in de uitvoering Dynamiek S. De kleur van de auto is noir nacré, zwart metallic, en deze auto is van maart 2008. Deze auto heeft mistlampen voor in de bumper, 16 inch lichtmetalen velgen, hier de bagageruimte van de auto. Die is uiteraard uit te breiden door de hoedenplank eruit te halen en de achterbank kan in twee ongelijke delen weggeklapt worden. Hier onder de mat het gereedschapssetje. Het reservewiel zelf hangt onder de auto, dat is een volwaardig reservewiel. Hier de bekleding van de auto, de achterbank. De auto heeft een driepersoons achterbank met drie driepuntsgordels en drie hoofdsteunen achterin. Hier in het bestuurdersportier de bediening van de beide elektrische ramen, de verstelling van de buitenspiegels. Hier kun je de linker of de rechter spiegel selecteren en dan gewoon met het joystickje verstellen. De spiegels zijn overigens ook verwarmd. Die staan doorgeschakeld op de achteruitverwarming. De verlichting met in het midden de knop van de mistlampen. Hier de koplamp hoogteregeling, de regelbare dashboardverlichting en de hoofdschakelaar van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. Als je deze aan de bovenkant indrukt, dan selecteer je de cruise control en aan de onderkant de snelheidsbegrenzer. De bestuurdersstoel heeft hoogteverstelling. Hier op het stuur dan de knoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoofdschakelaar daarvan zit dus links naast het stuur. Daar selecteer je bijvoorbeeld de cruise control. Met plus en min stel je de snelheid in, met 0 schakel je het systeem uit en met R pak je de oude snelheid weer op. De snelheid die je instelt kun je overigens op het dashboard aflezen. Rechts naast het stuur dan de hendel van de ruitenwissers. Aan de buitenkant de bediening van de achterwisser en hier de regelbare interval. Aan het uiteinde daarvan de knoppen van de boordcomputerfuncties. Hier de radiobediening, met hier bijvoorbeeld het rolletje om de voorkeurzenders te selecteren, de audio source knoppen en hier de volumebediening, dus met de hand aan het stuur, met de vingertoppen kun je dat allemaal bedienen. Hier het dashboard van de auto, met bovenaan de totale kilometerstand. Die knoppen van de boordcomputer kun je dus diverse functies mee langs bladeren als brandstofverbruik, actieradius, en hoe ver je nog kan totdat hij een onderhoudsbeurt moet hebben. Daar bij het autootje daarnaast staat de P. Daar kun je dus zien dat de automaat nu in de parkeerstand staat. Als je de standen van de automaat verandert, geeft hij dat daar aan. Dat laat ik zo direct ook nog weer even zien. Hier bovenop het dashboard dan het display van de radio. Met rechts daarnaast klokje en buitentemperatuur. Hier het verwarmingspaneel. De auto heeft automatische airconditioning. Dus als je hem op de autostand zet, kun je met deze twee de temperatuur instellen. Er zit één knop om de boel zo snel mogelijk te ontwasemen, voor als de ramen beslagen zijn. En die knop daaronder, daar zet je de achteruit en de spiegelverwarming mee aan. Daaronder
de radio zelf. Radio met cd-speler. Daarnaast een Parrot CK3100 Bluetooth car kit. Hierachter dan nog de knoppen voor alarmkniplichten en de knop van de centrale portiervergrendeling. Hier het selectiehendel van de automaat. Die staat nu dus in de parkeerstand. Als ik hem daar vanaf wil halen, moet de voet op de rem en de knop ingedrukt. En achterin volgens hebben we dan de achteruit, neutraal en de drive vooruit. Nu gaat hij dus volautomatisch vooruit. Ik kan hem ook een tikje naar links doen voor de manueel stand. Dan komt er op het dashboard een eentje te staan, omdat hij nu in de eerste versnelling zit. Als ik het hendel naar voren druk, dat is plus, dan schakelt hij een versnelling op. Dan gaat hij naar de tweede versnelling. En als ik het hendel weer naar achteren haal, schakelt hij een versnelling terug. Dat kan hier, die manueel stand, maar dat kan eventueel ook met de flippers aan het stuur. Dus als ik deze kant is de pluskant. Als ik daar aan trek, gaat hij dus naar de tweede versnelling of de derde. Hij weigert uiteraard op te trekken in z'n drie. En deze schakel je weer terug. Dus dan kun je met de handen aan het sturen, met plus en min, kun je daar eventueel ook schakelen. Maar in de drijfstand gaat alles dus volautomatisch. Er zit hier nog een knopje met een sneeuwvlokje. Dat is voor als het spekglad weer is. Dan kun je die inschakelen. Dan trekt hij in de tweede versnelling weg in plaats van de eerste versnelling. Dus dan brengt hij wat minder aandrijfkracht op de weg, waardoor hij minder kans heeft op slippen. Hier dan nog de handrem en de 12 volt aansluiting, de aansteker. Deze auto is niet ingerookt. Hier hebben we dan nog het dashboardkastje. Daar liggen ook de boekjes van de auto. Hier de boekjes van de auto en de beide sleutels. Allebei de sleutels hebben afstandsbediening van de centrale portiervergrendeling. Deze auto hebben wij nieuw geleverd. En is altijd bij ons in onderhoud geweest. En hebben we weer van de eerste eigenares ingeruild. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.